Met de RPL 201H en de KPL 201 brengt EP Equipment een duo sterke en stoere pellettrucks op de markt. In deze test kijken we naar de prestaties van de snelle H-versie met opklapbaar staalplatform en de KPL met instaande bediener. Beide trucks vallen op door hun no-nonsense aanpak en robuuste kwaliteit. De verschillen tussen beide truckmodellen zitten vooral in de compactere maat van de RPL als je het platform opklapt. De truck is dan circa 50 centimeter korter dan de KPL en dat kan soms handig zijn als de ruimte schaars is. Met neergeklapt platform slinkt het lengteverschil flink, maar blijft met circa 10 centimeter nog altijd in het voordeel van de RPL. Is de maatvoering iets minder belangrijk, dan komt vooral de KPL met zijn halfronde achterzijde in beeld. Hiermee heb je als bediener beslist een veiligere en grotere werkplek. Onze persoonlijke favoriet is daarom de KPL. Je blijft makkelijker binnen de contouren van de truck, je kunt comfortabel tegen de achter- of zijwand leunen en je bent in het algemeen veiliger onderweg. Tijdens de test valt de H-uitvoering van de RPL 201H op. Dankzij een sterkere rijmotor kent de truck hogere rijprestaties. Goed voor 98 pellets per uur in onze test en tevens het testrecord in deze klasse tot op heden. De extra kracht van de RPL 201H vraagt 10,6% meer energie. Dit lijkt ons geen probleem, want de praktische inzetduur van 6,5 uur is in de regel ruim genoeg. Daarbij is de lithium-ion accu tussentijds eenvoudig en zonder bijwerkingen op te laden. Naast de onderhoudsvrije lithium-ion accu kennen beide pellettrucks nog meer overeenkomsten. Ze hebben dezelfde disselkop die we ook op andere pelletwagens van EP zagen. De bediening is helder, maar de knop om de vork te laten dalen zit net een beetje te ver weg. Beide trucks sturen elektrisch en kennen curve control voor een veilige snelheid in bochten. Nog een overeenkomst? Op beide trucks is het lastig om spulletjes op te bergen. Conclusie: met de RPL 201H en de KPL 201 brengt EP Equipment twee stoere what you see is what you get trucks op de markt. Sterk punt van de RPL 201H is de hoge productiviteit vergeleken met het marktgemiddelde in deze klasse. Sterk punt van de KPL 201 is de hoge mate van veiligheid voor de bediener.